Hallo en welkom bij Postmodel Train Stuff. Dit is deel 2 van de stoomtrein reparatieronde. Ik heb hier een NS 043315-1 CKNS. Het is een Duitse baan. Het is een hele grote locomotief met valschade. Deze locomotief heeft aan de onderkant duidelijk dat het haast metaal verwrongen lijkt. En aan de voorkant mist hij een buffer en wat verlichting. Kijk eens aan, hier zo. Het is verder een hele grote locomotief met decoder. En ik ben bezig geweest met de tender losmaken, zodat ik kon kijken hoe de decoder los moest. Dat moest geklikt worden. Toen dat eenmaal gebeurd was, heb ik er even een stekker op gezet. Want mijn ervaring is dat dat een stuk makkelijker werkt dan ook nog een onbetrouwbaar spoor erbij. Bij mijn vorige heb ik dat, de vorige stoomlocomotief van mijn vorige video heb ik dat ook vergelijkbaar gedaan. Om dus te kunnen kijken, zit het probleem in de motor, in de decoder of in de stroomopname of waar gaat het nou helemaal fout. Nu heb ik hem rechtstreeks aangesloten. Nu kan ik naar, dat kan ik nog steeds niet echt goed opnemen. Ik heb naast mijn laptop staan en daarop staat Decoder Pro. Ik zet stroom op. Even kijken of ik dat in beeld kan krijgen. Zo. Nu mijn Decoder Pro er weer bij. Kijk, de stroom zorgt ervoor dat wat ledjes oplichten. Alles zit aangesloten, hij staat nu onder stroom en dan, met de Decoder Pro zeg ik eigenlijk read type from decoder. En ik hoor dat hij langzaam op en neer of vooruit rijdt. Wat betekent dat de decoder goed is, de motor goed is. Ik weet dat dit een lens decoder is. Een 10X5 versie 1, dat is dezelfde decoder als in die andere stoomtrein zat. Ik kan hem niet precies vinden in Decoder Pro, maar beschouw het dus als een eenvoudige lens decoder of een generieke decoder zou ook kunnen, aangezien ik dus bijna niets van de speciale functies dan kan gebruiken, maar prima. Dus ik kies, even zien, LE10X5. Nee, ik pak de LE1025C bij gebrek aan alternatief. En ik noem deze locomotief Rogo Oude Stoomlok nummer 2. Om een beetje een beeld te kunnen krijgen van wat die kan of hoe die ingesteld is, lees ik eerst alle cv's uit. Dat zijn alle registers in de decoder. Elk van de registers heeft een aparte functie. Die functies die zijn bekend in Decoder Pro. Dan kan ik kijken hoe die ingesteld staat. Hij leest dan ook het decoder type uit, misschien dat ik daar met Google nog wat mee kan. Read full sheet. Hij leest hem. Hij gaat nu één voor één alle registers langs, alle waardes langs en leest ze rustig aan uit. Dit is een proces dat even duurt. Het is sneller om het op deze manier te doen dan naar elk van de afzonderlijke pagina's te gaan en daar de instellingen uit te lezen. Want uiteindelijk worden ze toch opgeslagen in deze waardes. Maar het kan dus zijn dat een waarde heeft 8 bits. En dat bit 1 betekent snelheid, regeling, of dat die met een curve is of gewoon vaste waardes. En dat bit 2 betekent wat de functie van een van de bekabelingen doet. Dus je zit dan op een heel andere pagina, waardoor je dat register twee keer gaat uitlezen als je het per pagina doet. Nu gewoon door in één keer alles uit te lezen, lees je de complete instellingen uit op de meest snelle manier.
hij heeft ze uitgelezen. Eens kijken. Er staat niets heel geks in. Hij herkent de lampen. Ik ga dit gewoon opslaan. En door dit kabeltje te wisselen, ga ik nu van het programmeerspoor zo naar het rijdspoor. Op dit moment kan ik hem laten rijden. Nou, hij staat hier op mijn doek, dus ik ben benieuwd wat het gaat doen. Sowieso, als ik deze omhoog zet, zal het niet zo heel veel doen. Ik ga hem vooruit laten rijden. Nou, dat klinkt als een oude koffiemolen. Rammelt bijzonder. Verlichting doet niets. Als ik hem eens een achteruit zet. Verlichting. Nou, ik zie niets gebeuren. Oké, ik heb er nu voor gezorgd dat hij, ik zette hem neer en de kracht die de motor moest leveren werd te veel. Dus de, mijn Arduino hier detecteerde dat het een kortsluiting was en heeft de stroom er vanaf gehaald. Kijk. Hij heeft dat op keurig gecommuniceerd met mijn laptop. Ik heb kortsluiting en ik doe even niks. Deze jongen even op zijn kant. Ik weet niet of deze herrie doorkomt op de camera. Dit is vol vermogen. Nou, het lijkt echt alsof hier ergens iets tegenaan ratelt. Rustig af laten remmen. En de andere kant op laten rijden. Hier zit duidelijk een rateltje in. En stil maar. Zo. Ik haal hem los, zo, dan zit, zit er geen spanning meer op. Ik heb het idee. Pick-up op zit. Maar het zit ongetwijfeld ook op dit deel. Maar ik merkte al, deze wil niet echt rijden. Waarschijnlijk omdat hij iets korter geworden is vanwege een klap die erop is gevallen. Dus ik ga off camera, ik ga hem eens uit elkaar halen. Ik ga kijken wat ik kan vinden en ik kom terug met mijn bevindingen. Goed, dus ik heb hem helemaal uit elkaar getrokken. De stroompick-up aan deze kant maakte geen goede verbinding. Die heb ik herbogen dat hij wel contact maakt met de plaat aan de binnenkant. Er zit ook een powerpick-up hier onderaan de kolenwagen, de tender. De motor zelf drukt niet goed tegen de tandwielen aan deze kant. Dus daarom dat hij een koffiemolengeluid maakt aan deze kant. Daarentegen duwt hij er wel goed tegenaan. Waarschijnlijk als ik dit blok erop zet, dat deze metalen pinnen hier ervoor zorgen dat het er wel goed opgedrukt wordt. Wat veel zorgwekkender is, eens kijken, ik heb geen zoom, dus ik doe het even zo. De metaal hier, het is verbrijzeld, het is helemaal broos. Er is ook, zijn ook een aantal dingen afgebroken. En dat zorgt er waarschijnlijk voor dat deze wielen niet goed willen lopen. Ja, dat is zo'n structureel ding. Daar valt gewoon niet heel veel aan te doen. Ik ben bezig hem weer in elkaar aan te zetten. Excuus. Want
valt niets echt aan te repareren. Als de metaal gewoon aan het verbrijzelen is en uit elkaar aan het splijten is. Ik wil nog wel proberen om dit wiel een beetje meer die kant op te laten sturen. Hoe heb ik al even niet bedacht. Maar meer dan dat, ook de voorkant die kapot is, ja, er valt gewoon niet zo heel veel meer aan te doen, ben ik bang. Dus dat is jammer. De verlichting, de lampen doen het. De bekabeling moet ik nog controleren. Maar vanuit de decoder kan ik het niet aan of uitzetten. Dus daar zit ook nog een rarigheid in. Maar ik denk dat dit er eentje is die het niet gaat redden. Misschien dat iemand deze wil hebben voor de onderdelen. Veel meer kan ik hier niet mee doen, denk ik. Het is een hele mooie locomotief, moet ik zeggen, maar het houdt mijn kunnen houdt hier wel op. Zo, dus eigenlijk, als je hier iets mee wil doen, je moet het ijzeren onderframe moet je gaan vervangen. Je moet de voorkant vervangen. Het plastic wat eraf gebroken is. Die voorkant is nog het makkelijkst om te doen. En dan hou je eigenlijk alleen maar van het origineel over de kap die redelijk is. De tender is ook van twijfelachtige kwaliteit. Omdat die dus de motor maakt niet goed contact met de wielen. Ja, dat is ook niet zoals het hoort. Dus deze gaat de werkkoop in als loop. Want hier kan ik zelf niet heel veel meer aan doen. Ik zet hier nog een paar stukjes plastic in. In de hoop dat dat wat verschil maakt voor de wielen. Maar ik ben bang dat als ik een stukje plastic te hard aanduw, dat het metaal breekt. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. Zo. Er komen ook overal kleine stukjes plastic vandaan bij het demonteren van deze trein. Teken. Dus ik heb de hele kolenwagen al open gehad en weer in elkaar gezet. Met name die is heel moeilijk om te doen. Je moet namelijk voor die kolenwagen een aantal onderdelen precies op de juiste plek zetten. Wil je hem in zijn geheel dicht krijgen. Jammer, ik vind het wel een hele mooie grote stoklocomotief, zeker iets wat ik nog niet had. En ik wist toen ik hem kocht ook dat hij defect zou zijn. Dat was ook te zien aan de prijs. Maar dan is het toch teleurstellend dat ik hem niet kan repareren zelf.
zijn ook overal stukjes verlichting en het komt overal komen kleine onderdelen vandaan. Ja, dan weet je, dit gaat hem niet meer worden. Hier hoort een lichtgeleider in te zitten. Het kan goed zijn dat hij er nog in zit, maar het is allemaal zo, ja, broos van hiel kapot. Dus ik maak hem af, zet hem in elkaar en die gaat ook op marktplaats, ben ik bang. Als defect, loopsloop voor de liefhebber. Jammer maar helaas.